Ja, dan wil ik graag. We hebben twee bedrijven nog voor u in petto. En de volgende is Hendrik van der Ploeg van Citec Park Emmen. Als ik het goed zeg, Hendrik. Het is altijd heel moeilijk met dat soort namen. Ik spreek het uit als G-Tech. Maar ik ben een Duits bedrijf. Dus mijn moeder die zegt G-Tech op zijn Engels. Maar je kunt ook, je kunt het ook op G-Tech noemen. Maar dat is denk ik in de tijd van de kleurenvlaggen misschien wel de mooiste naam dan. Ja, G-Tech, ja. Goed. Jos, je zag net al, Hendrik, je zag net al dat ik bij Jos steeds dichterbij kwam. Ja, dat had te maken met het feit dat we met de tijd zitten. Okay. Je hebt 10 minuten. Ik zou zeggen, de klok gaat nu in. En we horen graag jouw verhaal. Dat is goed, dank u wel. Dan ga ik gelijk door naar de volgende slide. Als dat de mensen lukt. Ja. Ik wil toch iets kwijt over van welke, met welke trots ik sta voor het G-Tech groep. Hè. Dus de groep die ons een jaar of wat geleden heeft gekocht. En ik, gezien de tijd beperk ik mij tot de 3D's. Hè. De strategie, het verminderen van de CO2, het decentraliseren en de digitalisatie. We zijn geen kleine partij. Ik heb 2000 collega's. En ik denk, deze presentatie wordt ook gedeeld, dus vanwege de tijd zou ik zeggen, neem het tot jullie. Maar je ziet, we zijn een internationaal bedrijf, waarbij Nederland met 300 medewerkers toch wel een groot deel van die 2000 medewerkers uitmaakt. We willen graag de andere kant op. Ja, sorry. Ja, precies die kant. Het Nederlands Park, dus het gtechpark.mn. Is ook geen klein bedrijf. We zijn de één na grootste industriepark aan één gesloten industriepark van Nederland. Dat is een best bewaard Drents geheim. Er werken ongeveer 4100 medewerkers op het terrein, waarvan 2100 direct en de rest komt voorbij als contractor. Maar wat denk ik interessant is, dat wij 100 miljoen kuub aardgas verbruiken per jaar. En die 100 miljoen die wil ik straks even bij stilstaan. Ik heb woorden gehoord als centraal en decentraal, als circulair. Ik hoop dat ik die allemaal terug kan brengen, omdat die de vorige sprekers ook hebben benoemd. En daar wil ik eigenlijk op aansluiten. Nou, de doelstelling van G-Tech is eigenlijk heel eenvoudig. Mijn bedrijf zegt, wij willen CO2 neutraal zijn in 2030. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we klanten voor nodig. Als je naar het industrieterrein kijkt, 100 miljoen kuub gas, om dat in 2030... CO2 neutraal te krijgen, daar heb ik vooral mijn klanten bij nodig. Het aandeel wat ik zelf heb op het park, dat gaat wel lukken. Even een overzicht van klanten die op het park zijn. Dat zijn geen kleintjes, dat zijn internationale klanten. Aan de linkerkant, Teijin DSM, waarschijnlijk u wel bekend. Maar ook andere bedrijven als Kumapol, recyclebedrijven, innovatieve bedrijven. Hè, dus start-ups, van start-ups naar grow-ups en echt bedrijven die al 30 jaar bij ons op het terrein zijn. Als ik dan kijk van wat doen wij als parkbeheerder, zeg maar de parkburgemeester van dat terrein. Het terrein is 100 hectare groot. Op dat 100 hectare doen we een aantal activiteiten, in ieder geval parkservices. We beheren het terrein, brandweer, bedrijfsbeveiliging enzovoort. Logistiek, laboratorium en engineering, die spring ik nu heel snel over. En ik focus mij even op utilities, want daar wordt die 100 miljoen kuub gas geconverteerd in elektriciteit, stoom, proceswater en vele andere utilities. En als we het allemaal hebben verbruikt als klanten, dan komt het vaak terug in de vorm van een stukje afvalwaterzuivering. En ook dat verzorgen wij op het terrein. Je zou kunnen zeggen, het is als je de aardgas levert, dan mag de wereld om ons heen verdwijnen. Dan kunnen wij gewoon blijven produceren. Dat is ook feitelijk zo. Nou, nu neem ik een iets langzamer tempo aan. Omdat dat begrip duurzaamheid, decentraal, centraal en de conversie van 100 miljoen kuub aardgas, die wil ik toch wat meer aandacht aan besteden. Ik begin met de driehoek die mijn klanten kennen. Omdat mijn klanten al sinds jaar en dag dwing ik ze. Dat is natuurlijk moeilijk als producent te zeggen, maar ik help ze mee die efficiëntie vorm te geven. En
Die grafiek aan de linkerkant die geeft aan dat het aantal tonnen CO2 per ton product vanaf 1996 tot nu met meer dan de helft is gedaald. En hoe sterker nog, als je het uitrekent in tonnen CO2 per ton product, dan wordt er 4 keer zoveel tonnen product gemaakt met dezelfde hoeveelheid tonnen CO2. Dus het fabeltje, we hadden hier al meer op fake news, maar het fabeltje dat de industrie niets doet, dat klopt absoluut niet. Die 100 miljoen kuub gas, die komt weer terug. In 1996 gebruikten we namelijk die 100 miljoen kuub gas. In heden ten dagen gebruiken we nog steeds 100 miljoen kuub gas, maar inderdaad met 4 keer zoveel tonnen product die het terrein verlaten. Aardgas, het staat natuurlijk als brandstof, daarover straks meer. Maar elektrificatie natuurlijk, ons terrein. Wij verbruiken ongeveer 30 megawatt aan elektriciteit op het terrein. Dat is best heel veel. Dus een kleine stad als Emmen verbruikt dat ook. Dus ja, het is eigenlijk een stadje, alleen het is maar 100 hectare groot. Die brandstof, daar vind ik ook iets van. In termen van CO2-belasting voor het milieu, dan zou je kunnen zeggen goed, beter, best. Goed. Ja, ik vind aardgas nog steeds best een relatief schone brandstof. Als je dat vergelijkt met bruinkool of steenkool. Of, nou ja, er zullen mensen zeggen dat ik nu ga schelden. Of dat ik de verkeerde dingen zeg. Maar hout, ja, dat vind ik nog niet zo'n hele schone brandstof. Maar goed, daar zijn verschillende meningen over. Beter is natuurlijk biogas. En dat is ook een mooi gas. Maar dat is ook een transitiebrandstof in mijn ogen. Een nog schonere of nog betere, daarvoor heb ik best neergeschreven, is eigenlijk waterstof. En waarom? En hier komt het woordje recyclebaar. Die is in ieder geval oneindig recyclebaar. Dat is best wel een dingetje. Water wordt weer waterstof en zuurstof. En als je het bij elkaar brengt, ja, dan wordt het weer water. Dus ja, en zonder bijproduct, nou, er zijn maar weinig molecuulcombinaties die dat voor elkaar krijgen. Dan iets over de geschiedenis. Kijk even naar mijn... Heb ik nog 5 minuten? Drie. De geschiedenis. 4 jaar geleden, in 2017, werd ik nog uitgemaakt voor waterstofbeliever. Zelfs door klanten van mij. Nou, daar moet je niet altijd wat van aantrekken. Maar in ieder geval, ik had de visie. Wij moesten van het Gronings gas af. Die 100 miljoen kuub die moest verdrongen worden door hoogcalorisch gas. En ik denk van, nou, dat is de kans om, als dat gaat plaatsvinden, om ook ons bedrijf klaar te krijgen voor een overgang naar de andere brandstoffen. Lees waterstof, lees biogas. En dat hebben we ook gedaan. Dus wij zijn straks in november geschikt voor waterstof. Daar straks een plaatje meer van. Maar goed, het gaat natuurlijk wel de uitdaging in de markt. Is er voldoende waterstof in de markt tegen een voldoende prijs? Lage prijs. Is er voldoende technische kennis? Neemt de CO2 de NOx-emissie niet toe met het verbranden van waterstof? Dat zijn allemaal vragen waar technisch best wel ingewikkelde oplossingen voor nodig zijn. Nou, wat er in ieder geval, wat we hebben gedaan, we hebben een gasturbine. Anders dan kun je niet slim en heel efficiënt elektriciteit en stoom produceren. Wij doen dat met een rendement van 87%. Als je bedenkt dat de beste elektriciteitscentrale niet verder komt dan... Nou, als je in zijn werkpunt zit, dan mag je blij zijn als je 50% haalt. Zo'n gasturbine die kan meer dan alleen maar gas verbranden. Dus wij hebben met een consortium gevraagd of die ook waterstof kan verbranden. Ja, dat kan. Vanaf november dit jaar kan die tussen de 0 en de 18% waterstof verbranden. Wat kost dat? Tussen de 1 en de 1,5 miljoen euro. En in 2 stapjes. Eerst 1 miljoen om die nieuwe aardgasleiding voor elkaar te krijgen. Dan 1,5 miljoen om zo'n gasturbine om te bouwen. Dus je spreekt over een investering van 2,5 miljoen. Heb ik dan waterstof? Nee, maar ik ben wel waterstof ready. In de periode die erna komt, heb ik met het consortium, TU Delft, Waterval, Ansaldo Thomassen, je kunt het zelf misschien uit van de sheet aflezen, gaan we 5 miljoen investeren om uiteindelijk alle branders, zitten er 10 op zo'n rijtje, om al die branders om te bouwen dat ze geschikt zijn voor 0 tot 100% waterstof. Bovendien lukt het ons, dat is nu al zeker, om de NOx-emissie juist te verlagen in plaats van op het niveau te houden. Ja, dat is natuurlijk een geweldige prestatie, nu al. En eigenlijk weten we ook al zeker dat we 2026 zeker gereed zijn voor die 0 tot 100%. Wat plaatjes.
dat daar nogal wat techniek bij komt kijken. Als je de hoeveelheid draadjes en materiaal ziet, dit is in Keulen, in de Deutsche Luft- und Raumfahrt. Links onderin is een plaatje dat het is ons al gelukt om 100% waterstof te verbranden. Dit is net voor het dat het 100% is, want als het 100% waterstof is, zie je helemaal geen vlam meer. Wat maakt het dan belangrijk? Ja, dat je heel veel technologie ergens instopt. Het moet allemaal gemeten, gedoseerd, geregeld, veilig, ATEX. Nou, je ziet hier wat ik heb maar wat plaatjes genomen. In eerste instantie moeten we 1,5 miljoen uitgeven om die brandering helemaal rechts voor elkaar te krijgen. In het midden staat de verbrandingskamer, waar er 10 van zijn, wat we in 2025 gaan doen. En daarmee heb ik in ieder geval in 10 minuten tijd alles er doorheen gejast. Dus ik hoop dat er nu ook een applaus voor jou waard, Hendrik. Ja. Ja, mooi. Technology H2 ready. Daar zijn jullie. Dankjewel, regisseur. Ik kruip al op je aan, dat mag niet. Maar goed, jullie zijn er eigenlijk klaar voor waterstof. Ja. Dat heeft jullie ook een investering gekost. En ik kijk even naar Alex of er vragen zijn. Geen vragen. Het was helder. Nee. Het is een helder verhaal, Hendrik. Ja, ik heb alleen één probleem. Ik heb geen waterstof. Nee, dat was wel mijn vraag. Want dat puzzelde mij continu. Je doet investeringen, behoorlijke investeringen ook. Ja. Straks is alles klaar. En zijn jullie ready to go? En nu de waterstof nog. Ja, we hadden een partner. We hebben eigenlijk die partner nog steeds, Shell. Die wil ook een waterstof-electrolyzer bouwen op 4 kilometer afstand van ons. 4 kilometer is op zich niet veel, maar dat is toch even te lang om dat te overbruggen. Dus we zitten er nu ook zeker over na te denken om zelf waterstof te gaan produceren. Misschien met een tweedehands electrolyzer. Daarvoor hebben we inmiddels 21.000 panelen op de daken van ons neergelegd, op ons industriepark. Dat betekent dat we 8,2 miljoen megawatt aan piek zonne-energie kunnen produceren. Ja. Als het niet van buiten komt, dan proberen we misschien van binnenuit het te doen. Dus een beetje wat High Solar ook zegt. Precies. Dus het is doen. Het is doen. En vooral doen, ja. Niet afwachten voor, maar doen. En dan ga je het zelf doen. Ja, en dan hoop ik natuurlijk dat klanten van mij op het park ook bereid zijn om er een iets meer, niet anders prijs dan aardgasprijs plus CO2-prijs plus belastingen. Want er zit natuurlijk heel veel belasting en zo op normaal brandstof. Dus als je dat bij elkaar optelt, dat is een plafonnetje. En als je dan waterstof pakt, die is eigenlijk iets te duur. Nou ja, als dat wat naar elkaar toe kruipt en ze zijn bijvoorbeeld bereid om daar... Of zij zijn bereid, wij eigenlijk als consument moet ik zeggen, zijn bereid om niet bij de Primarkt en bij de Action en bij de Zenos, maar daadwerkelijk dat voor te betalen wat het ook waard is. Nou, dan gaat hij wel vliegen. Ja, mooi. En zijn daar ook al initiatieven voor? Wat eigenlijk ook de vorige spreekster aangaf. Hoe betrek je nou de maatschappij erbij? Nou, je ziet, er komt een pull of push vraag. Het is maar net even welke kant dat je het bekijkt, maar Coca-Cola daadwerkelijk... IKEA vragen daadwerkelijk om hoe is het materiaal geproduceerd. Dus als er een korrel voor een fles gemaakt wordt, dan wordt er gevraagd hoe is die kunststofkorrel geproduceerd door Coca-Cola. En die zegt ook, als die korrel straks niet geproduceerd is met CO2-vrij energie, dan willen we het niet meer. Kijk. Nou, en dat zegt IKEA in feite ook, met stoeltjes, dat moet, of tafeltjes, we kennen het allemaal. Ja, die zien dat de consument erom begint te vragen en er ook vaak net iets meer voor over heeft. Ja. Nou ja, dan gaat het wel. Dat was het biologische voedsel, zeg maar. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Zo zou je kunnen zeggen, ja. Nou, mooi. Heel veel succes, Hendrik, met al die mensen waar jullie daarmee mee doen. En inderdaad, doen.